De laatste thuiswedstrijd voor de winterstop. DVS 33 tegen Scheveningen. Scheveningen een hele degelijke tegenstander, denk ik. Roeland ten Berge. Ja, ik denk dat zij heel compact gaan spelen vandaag. En een beetje op de omschakeling zullen gaan spelen. Dus daar moeten wij goed op letten. Vooral in balbezit zelf. Dat wij niet veel risicovolle passes hebben door het midden. Want dan helpen we hen eigenlijk om snel uit te komen. Dus we moeten vooral heel zorgvuldig zijn. Goed de ruimtes benutten die op het veld gaan ontstaan. En heel goed de restverdediging in de gaten houden. Oké, zij spelen 4-3-3 met een hangende rechtsbuiten. Ja, ik heb net de opstelling even gezien. Ik denk dat ze wel gewoon met twee diepe rechtsbuiten of twee diepe buitenspelers spelen. En met een 10 eronder. En ze kunnen inderdaad heel compact verdedigen en met snelheid er snel uitkomen. En wat moeten wij daar tegenover stellen? Ja, wat ik net zei, hè, vooral heel zuinig zijn. Vooral kijk, we willen gewoon ons eigen spel spelen. Dat zullen we ook zeker doen. Alleen ik denk dat het centraal op het veld, in de as van het veld, dat het daar heel compact staat. Dus we zullen misschien wel wat meer de buitenkanten moeten gaan gebruiken. Is Scheveningen een aansprekende tegenstander voor de spelers van de basis, zeg maar? Nou, weet ik niet, maar dat maakt mij in principe ook niet uit. Ik vind, je moet gewoon respect hebben voor je tegenstander en voor deze club. En voor de rest is het gewoon zo van, ze staan boven ons en wij hebben de kans vandaag om er overheen te gaan. Dus laat het maar eerst maar eens zien, zou ik zeggen, voordat je daar allerlei dingen over gaat zeggen. Wat niet nodig is. Volgens mij spelen ze toch al een tijdje topklasse. Dus we moeten gewoon vandaag voor eigen publiek moeten we dat gewoon goed uitspelen. Ik heb wel het idee dat de ploeg in vorm is. Ja, nou, vorige week hebben we natuurlijk een fantastische stelf gespeeld. En dat neem je mee. En je hoopt gewoon dat je daarop door kunt gaan. Maar ja, je hebt ook met de tegenstander te maken. Hè? Dus deze tegenstander is totaal anders dan vorige week. He, dus de ruimtes zullen heel anders zijn dan vorige week. En daar moet een ploeg iedere keer weer op inspelen. En ja, daar ben je als coach ben je daar gewoon zeg maar, nieuwsgierig naar van hoe ze dat weer gaan invullen. Een paar oud-profs met de nodige routine, die zullen niet verblikken of verblozen van Ali Akla of Maurice de Ruiter. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat hun zullen hun huiswerk ook gedaan hebben. Als daar een analist vorige week bij Stidoco is geweest, ja, dan zal die ook wel denk ik het nodige gezien hebben. Waarvan ze denken van hey, dat is gewoon een goede tegenstander vandaag. Dus ja, ik denk dat hun zich ook heel goed voorbereiden vandaag op deze wedstrijd. En ook belang bij hun kant is ook het weglopen van alle onderste plekken. En aansluiting gewoon bij de hele top van de middenmoot. We hopen natuurlijk met z'n allen op een fantastische pot, Roeland. En daar wensen we je heel veel succes mee, jongen. Daar gaan we voor. Okay. Scheidsrechter van deze wedstrijd, de heer Kloet, heeft gefloten voor het begin van deze wedstrijd tussen DVS 33 en Scheveningen. Ik wachtte eventjes met praten doordat gelijk Edmund Meijner een behoorlijke paas gaf in de richting van Mike Arens. Dat is kennelijk ook een duidelijke afspraak. Begin maar die eerste bal met een lange bal direct naar voren. Dan ligt de druk gelijk bij Scheveningen. Maar de doelman Friebel van Scheveningen mag gaan trappen. Peters. Bal in de richting van die nummer 11 Nieuwlaat. Kan verdedigd worden. Komt daar een schot. Oeh. Gepareerd door de keeper, dus een corner. Gevaarlijk schot op de rand van de 16. Ali Akla, Mike Arens. Ali Akla gaat zijn man opzoeken. Nee, komt een man. Ja, dan kan Mike Arens er vandoor gaan met die bal. Ik ga de voorzet komen. En dan kan Maurice de Ruiter deze enorme kans. Die kopt hij net op de keeper. Wat jammer. Zeg, hij raakt er ook bij geblesseerd. Joran van Zanten, daar komt die jongslager voor zijn man. Maaien. Ali kan daar die bal op pakken. Kan hij daar al 1-op-1 komen met de keeper? Hij komt daar. Oh, speelt de bal net te ver voor hem uit. Gaat dan door op de keeper. Gaat door op de keeper. Verdediger is boos op Ali natuurlijk als je de keeper aanvalt. Een scheidsrechter heeft de gele kaart gepakt. De bal ging inderdaad. Schoot iets te ver van zijn voet af. En ging toch wel door op die keeper. Ontvangt daar van de scheidsrechter ook terecht. In mijn ogen de gele kaart voor.
Oh, er wordt ook geel gegeven aan de verdediger Moussaoui. Ik denk door het wegduwen, de actie daarna. Komt die bal daar hoog in de richting van Korendijk. En nu DVS snel eruit. Ali Akla, prachtig. Op volle snelheid. Ali Akla, samen met nog een paar. Hij paast hem op Kai Velda. Kai Velda, schitterend doelpunt Kai Velda. Dat kan niet. En Ali Akla, die weet dat je zo'n balletje eventjes in de voet van Kai Velda moet plaatsen. En die neemt die bal zo ongelooflijk mooi op de wreef. Een schitterend doelpunt van DVS 33. Prachtig uitgespeeld. 1-0 in het voordeel van DVS 33. De combinatie daar met Jasje Koers lukt niet. Maar de bal valt daar ook achter. Nee, die kan hij nog net bij. Edward Meijner kan die bal controleren. Moet wel opletten met Nieuwlaat in zijn rug. Paul Eppink heel goed op Joran van Zanten. Joran van Zanten. Kai Velda ertussen. Nee, Korndijk kan overpakken. Maaien. Dat is gevaarlijk wat Pinacci daar doet. Dit is... Wederom een schot van Hulst wat ver naast gaat. Van heel dichtbij. Mike Arends. Lange mensen mee naar voren. Achterin is daar Basil Camara. En die komt de 2-0 binnen. Ik zei het al. Meegegaan naar, van achteren naar voren. Zo komt DVS in de 39e minuut op een 2-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Basil Camara. Corner getrapt door Mike Arends en bij de tweede paal kopt de lange Basil Camara de 2-0 binnen. Bal wordt weggewerkt, ingooien weer voor Scheveningen. Jongslager brengt die bal voor de tweede keer daar binnen. Achterin is daar de... Peters en die schopt die bal. Die geeft hem aan Moussaoui. Die maakt in de extra tijd van de eerste helft de aansluitingstreffer. 2-1. Doelpuntenmaker Moussaoui. Die naar Yashin Kurt. Yashin Kurt. Maurice de Ruiter. Maurice strak tussen de linies door. Pasend. Mike Arends. Prachtige paas op Maurice de Ruiter. Waar die net. Maar dan ook net niet bij kon. Kon hij die bal meenemen. Dan was het geheid een doelpunt. Basil Camara. Goeie bal op Maurice de Ruiter. Oh, wat een goal. Ja, dan gaat kijken of de voorzaal uitkomt. Nee, vrije trap. Terecht gegeven. Gele kaart. En dat is zijn tweede gele kaart. En hij ontvangt de rode kaart. Ros. Had al geel. Ontvangt hier zijn tweede gele kaart, dus mag er met rood vanaf. Aftocht van Maurice de Ruiter. Krijgt applaus van het publiek. Heeft veel pijn. Hartelijk applaus. Dank voor je inzet. En sterkte met herstel van deze blessure. Korndijk. Komt die vrije trap. Kan weg worden gekopt door Kai Velda. Roald de Vries. Ali Akla maakt een duwtje daar. Weer op een gevaarlijk moment. Ga voor die bal staan, want die bal ligt daar achterin. Snel genomen die vrije trap. Reso Di Harcio stond daar geen buitenspel. Ontving die bal snel. Slim genomen op zich. En nu, ja, ze krijgen toch net even iets te veel ruimte, Scheveningen. Maar Roald de Vries staat daar en paast hem op Ali Akla. Ali Akla die daar weer... In sneltreinvaart de richting van het strafschopgebied gaat. In het strafschopgebied Ali Akla. Hij geeft hem mee. En wie is dat? Mike Arends! Mike Arends!
Arens scoort. Ja, ja. Wat een prachtige combinatie. Kijfvelder die hem zo subtiel op Mike Arens tikt. Een prachtig uitgespeeld doelpunt. Natuurlijk door die schitterende loopactie van Ali Akla. Die komt het zelfs op gebied in. Paast hem op Kijfvelder. En Kijfvelder heel subtiel meegeven aan Mike Arens. Wat een schitterend uitgespeeld doelpunt. DVS 33. Het lijkt erop alsof de wedstrijd op slot is. DVS komt hier op een 3-1 voorsprong. Uit Scheveningen. Oh, dat is op randje van buitenspel. Mag die nummer 11 door. Wordt daar onreglementair gestopt door Jorah van Zanten. Penalty voor Scheveningen. En krijgt daar ook een rode kaart voor. Doorgebroken speler in de ogen van de scheidsrechter. Jorah van Zanten legt zijn tegenstander neer. Nieuwlaat. Penalty voor Scheveningen. En een rode kaart. Zo is het hier weer 10 tegen 10. Strafschop. Ogen nog met Paul Epping. Komt hij schiet hem keurig in de hoek. Aansluitingstreffer opnieuw van Scheveningen. Doelpunten maken Peters uit een strafschop. In de 70ste minuut. Yasin Koert. Via David van der Groep komt de bal bij Hairi Pinashi. Hairi Pinashi kan hij de bal geven aan Edmund, aan Ali Akla. Ali Akla kan aannemen. Geen buitenspel. Gaat door. En gaat... Ja, dan komt hij. De 4-2. Ali Akla. Op een randje van buitenspel. Bal gegeven door Hairi Pinashi. Gaat twee man voorbij. Gaat de keeper voorbij. En kan de bal simpel intikken. 4-2 voorsprong voor DVS 33. En ik denk dat deze wedstrijd nu is beslist. DVS moet echt wel achterin op blijven letten. De marge is wel 2, maar die derde moet niet vallen voor Scheveningen. Aanval loopt verder. Komt een schot. Oh, die schiet die nummer 2. Koorndijk schiet de 4-3 binnen. Binnengeschoten op een fantastische manier, moet ik zeggen. Man of the match aan DVS-kant, Mike. Er worden nog een paar spannende momenten. De laatste paar minuten. Aansluitingsgetreffer gemaakt door Koorndijk. Jongslagen met de ingooi. Op Koorndijk. De nummer 2. Koorndijk. Goed verdedigd daardoor Basil Kamara. David van der Groep. Ali Akla. Ali Akla, mooie bal daarop. David van der Groep, die kan de wedstrijd gaan beslissen. Gaat de keeper voorbij. Gaat de 16 meter binnen. En maakt het fantastisch af. David van der Groep. Op aangeven van Ali Akla. In de extra tijd van de tweede helft. Komt DVS op een fantastische voorsprong van 5-3. Doelpunten maken, David van der Groep. Nu is de wedstrijd echt beslist. Koorndijk stuurt El Karitsja er vandoor. Heiko Epen goed op de bal verdedigd. Ingooi voor Scheveningen. Ik wijs op het volgende. De rest op die Hacho. Zwiebe. Overwinning van DVS. Jongslager. Vuurwerk gebeuren, vuurwerkshowtje. Gaat er nog een keer de lucht in. Paul Epping heeft de bal. Scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Vraagt om de bal. En heeft inmiddels afgefloten voor deze wedstrijd. Spektakelstuk waar het publiek op en top vermaakt is. Einduitslag. Terwijl het vuurwerk hier afgaat. Einduitslag. Deze wedstrijd. DVS 33, Scheveningen 5-3.